allemaal, daar ben ik weer. Ik heb vandaag een envelop gekregen van Sandra. Zij vroeg op een Facebookgroep of er iemand of er meerdere mensen waren die een deel van haar verzameling scraps wilden ontvangen. En ja, dat vind ik altijd wel leuk, want andere mensen die verzamelen ja, andere dingen dan wat jij zelf zou uitknippen of zou verzamelen. Dit is gewoon ja, echt een envelop met verschillende uitknipsels en plaatjes en weet ik het allemaal. Ik ga hier een artist trading card van maken. Dat moet zeker wel lukken. Hij zit echt propvol. Zo twee postzegels als je ziet. Ook hele leuke postzegels. Kun je het zien? Nee, in ieder geval. Daar hou ik ervan. Ik spaar postzegels. Niet als een echte postzegelverzamelaar zoals mijn vader altijd deed. Maar wel om ermee verder te knutselen. En dit soort zegels, deze heb ik zelf dan nog niet. Die vind ik dan wel leuk om apart te zetten in een boek. Ja, ook een soort aparte hobby of zo. Maar goed, genoeg gepraat. Laten we kijken wat ik ervan ga maken. Ik zal even laten zien wat er in de envelop zit. Hele leuke papiertjes die ik kan gebruiken voor als achtergrond. Zo. Mensen, stickers. Van die, dit zijn washi-stickers. Zo'n poefie sticker. Hoe noem je deze dingen? Nou ja, het lijkt op jams, zeg maar. Stickertjes. Nog meer stickertjes. Dit is uitgeprint. Dit is denk ik van een zelf gemaakt met inkt of iets. Nou, nu dacht ik dat het leuk zou zijn als ik met deze dingetjes, die ik heb gekregen van Sandra, om er artist trading cards mee te maken en dan aanvullen waar ik waar nodig. Bijvoorbeeld dit plaatje is best groot. Een artist trading card is nou, denk ik ongeveer dit formaat. Zo kan ik wel leuk dit uitknippen, zeg maar dat plaatje hier. Maar ja, alleen dit is natuurlijk niet leuk. Dus dan misschien met verf of een pen erbij. En zo'n postmarker. Of iets anders wat ik hier tussen heb liggen. Dat ik erop kan plakken. Misschien kan ik mijn stencils erbij pakken. En nog wat stempeltjes. En dan kan ik er een, paar leuke artist trading cards van maken. Dus laten we beginnen met eentje. Ik heb een aantal van mijn favoriete stempels gepakt. Dat zijn onder andere deze. Ik heb al mijn achtergrondstempels zitten hierin. Nou ja, de meeste, want ik heb een paar die passen niet in dit cd-hoesje. Dus die heb ik in een mapje. Dus dan kijk ik gewoon wat hierbij past. Ik pak even een schaar. Ik kan deze schaar wel pakken. En mijn snijbord. Deze heb ik gekocht van Fasten Creative, omdat die zo lekker klein is. Hij past precies in een etuietje die ik heb. Als ik dan ergens naartoe ga voor een paar dagen, dan vul ik dat etuietje vol met knutselspullen. Zoals stiften, schaarlijm en dit snijbordje. En dan kan ik altijd even wat creatiefs doen als ik zin heb. Maar goed, laten we kijken wat ik hiermee kan doen. Ik ga het, deze video ga ik, hoe zeg je dat, niet vooruitspoelen. Ik ga even kijken hoe dat hoe lang zo'n video dan voor mij duurt en waar ik dan sneller moet werken, minder moet kletsen.
Eens kijken hoe dat zal gaan. Ik heb nog geen idee, maar we zullen het zien. Ik zag hier een paar mooie afbeeldingen. Die ik wel kan gebruiken. Misschien deze, omdat ze zo, omdat ze zo grappig kijkt. Oké. Dit spoel ik dan wel door, want knippen dat duurt lang. En is niet zo interessant. Oh, wacht even, deze ziet er ook wel leuk uit. Welke zou ik gebruiken? Lastig. Nee, ik denk dat ik deze doe. Er zit ook een heel leuk klein houthuisje in. Moet je eens al zien. Even kijken hoor. Ik zat te kijken om misschien iets op het achtergrond van het blauwe kaarsje te doen. Ze heeft een witte roos in haar handen. Dus ik dacht misschien iets met witte stempelinkt. Even kijken. Kijk, ik heb deze stempels. Ik weet niet meer waar ze van zijn, dus sorry. Maar dit is misschien wel, of deze misschien. Dit is wel een beetje grungy-achtig, die past er wel. Denk ik eens kijken of ik mijn witte inkt ergens kan vinden. Want opgeruimd en dan weet ik vaak niet meer waar ik het allemaal knip leg. Ik ga toch de embossingpoeder gebruiken. En ik denk dat ik gewoon deze ga doen van... Seafoam White van Paper Mania. Alles wat hierin zit heb ik, tenminste ik heb het grootste gedeelte heb ik gekregen van Willy. Die kijkt mijn video's vaak ook. Oh kijk, hier is toevallig ook Seafoam White van Ranger. Ik kan deze eigenlijk wel proberen. Kijken hoe die is. Is zelfs nog iets witter dan deze. En, maar goed, er zitten allemaal leuke kleurtjes tussen. Ik heb deze gepakt. Dat is eentje van dit vel. En ik denk dat ik dit vel gekocht heb bij de AliExpress, denk ik. Een tijd geleden. Ja. Dus ik ga dit stempelen. En dan pak ik even een stuk papier waar ik de embossing powder in kan gieten. Maakt niet zoveel uit of je wel of niet wat ziet van de achtergrond. Ik vind het meer. Ik doe dit altijd voor de beweging van het kaartje. Zo. Laat ik het een beetje erop liggen en dan giet ik het eraf. En dan gebruik ik dit kaartje om zo terug het potje in te doen. Dan ga ik dit even met de heat embosser verwarmen. Ik vind dit kaartje ook echt super leuk. En ik ga het er gewoon achter. Oh ja, het hondje is juist zo leuk. Misschien is het leuk om het hondje te laten zien. Ik gebruik gewoon een ander soort stukje papier, want dit is ook heel leuk papier. Ik zie dat het Chinees is. Komt waarschijnlijk gewoon uit een leesboek of zo. Geen idee. Als ik hier wel weer een tijd staan en hier lijkt het... Of misschien is het er de Bijbel. Dit lijkt misschien op een soort... hoe noem je dat? Vers of zo. In ieder geval ziet het interessant uit. Ik weet niet wat het is. Dus ik kan dat ook als achtergrond doen. Nog al iets kleiner. En ik hou van dit soort kaartjes te maken in laagjes. Dus heb ik nu dit als laagje. De embossing. Een stukje papier.
als scrap papier. Dat is ook leuker. Zo kan het, waarom ik het zo om doe. Nu staan de letters andersom en dan kan je het niet lezen, zeg maar. Want ik weet gewoon niet wat hier staat. Dus dan is het een beetje raar misschien als je het wel kan lezen wat er staat. Dus zo hoop ik dat het een beetje minder opvalt. Doe ik het zo dit ervoor. En nou dacht ik dat het misschien wel leuk is. Het zit natuurlijk niet in deze, in dit scrapspakket. Maar ik vind postzegels altijd wel leuk. Dus ik ga even mijn postzegels erbij pakken. Dit zijn alleen mijn losse postzegels. En ja, ik moet ze nog sorteren. Ik kom er gewoon niet aan toe. Het is ook niet echt heel leuk werk. Dus ja, je snapt dat, dat ik het elke keer vooruit schuif. Maar hier kunnen we vast wel een leuke vinden. Misschien een blauwe deze. Het is ook wel een mooie postzegel trouwens. Van Amerika. En ik spaar geen postzegels, al lijkt het misschien anders. Maar ik knutsel er gewoon veel mee. Maar ik vind bijvoorbeeld wel, deze vind ik dan zo speciaal dat ik hem wel in mijn boek bewaar. Want ik heb wel postzegelverzamelboeken. Maar ja, ik spaar het niet echt. Maar ik vind ze wel heel mooi om te zien. Dus aan deze heb ik wel veel, weet ik. Dus kan ik deze misschien doen. Plak ik dit hier. En eens kijken wat we nog meer kunnen doen. Oh, ik weet al wat. Ik pak mijn witte Posca-pen. Voor de ATC gebruik ik gewoon alles lijm. Deze komt toevallig van de Action. Maar ik gebruik ook gewoon die van de Vibra bijvoorbeeld. Dat maakt niet zoveel uit, allemaal hetzelfde. En het fijne dus van die alleslijm is dat je het zo kan schuiven terwijl als het nog niet helemaal droog is. Dus ja. Soms is het ook wel leuk om er een soort zin of een quote of zo erbij te plakken. Ik weet nog niet wat ik hier voor quote erbij kan doen. Dus dat komt wel terwijl ik het een keertje af heb, denk ik. Dan knip ik dit eraf. En dan maak ik nog even een lijntje. Om helemaal af te maken. Nou, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je de video leuk vond. En ik ga kijken of ik om de zoveel tijd of elke week een Art & Stain & Card video kan opnemen. En om te laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Om ja, met scraps of gewoon met simpel papier leuke Art & Stain & Cards te maken. Ik denk dat ik hier klein of misschien Hero nog een woordje ga stempelen op. Gewoon wit papier en dan erop plak. Dat ga je hierna zien of ik dat ga doen. Weet ik nog niet zeker. In ieder geval bedankt voor het kijken. Bedankt ook Sandra voor het opsturen van de spulletjes. De vele spulletjes ook echt. En ik zie jullie de volgende keer weer. Dag!